Rob Edens, de Furishima FAI Nations Cup finale is net achter de rug. Ik denk niet dat je echt met een heel blij gevoel op deze finale terugkijkt. Nee, het begin was goed. Goede rondjes op de vrijdag. Plek bij de eerste acht, tweede op die dag. Vandaag, ik moet zeggen, het was niet slecht. Maar we begonnen natuurlijk twee rondjes met acht strafpunten. Sowieso begon Jur heel sterk. De opdracht was niet te dol de driesprong inkomen. Hij kwam eigenlijk te groot de driesprong ingevlogen. Waardoor hij eigenlijk de eerste fout kreeg op middels van de driesprong. De laatste kan ik niet helemaal op zijn konto zetten. Dat was gewoon een hele moeilijke afstand voor Boubalou. Omdat een hele korte zes. Achteraf misschien moeten beslissen voor vijf. Maar ja, achteraf kijken is natuurlijk makkelijk. Willem Greven met Karambol. Net de ronde, maar miste ik net een klein beetje de fighting spirit. En ook weer iets te groot ingeschoten op de driesprong. Waardoor ook weer die fout op die middelste. En de laatste had hij misschien net iets meer met mesters de tanden zelf overin moeten willen springen. Maar verder vond ik het paard goed springen. Zeker met die ervaring wat het paard heeft. Michael van der Vleut was zonde. Hij kwam eigenlijk op de lijn vanuit de dubbelsprong, trippelbaar stijl. Op zeven gelopsprongen naar de okser die erop volgt. Op een rechte lijn kwam hij in het begin iets behoudend. Waardoor hij eigenlijk op het einde net weer iets te open erin moest rijden. Waardoor Verdi de achterhand er niet helemaal uit kreeg. Jammer, sprong verder is eigenlijk een magistrale ronde. Jeroen met Utasha, zijn ven, maakte het gewoon magistraal af. Dus gewoon een rondje om kippenvel van te krijgen. Zoals het eigenlijk behoort. Dat was ook de wijze waarop het parcours gebouwd was, vond ik gewoon super. Er waren valkuilen in. Het was eigenlijk een parcours, ook vrijdag, waar je eigenlijk als ruiter zijnde gewoon geweldig moest rijden. De minste of de kleinste rijfout resulteerde in een fout. Dus ik was eigenlijk gedeeld tevreden. Uiteindelijk nu ook nog zuur, omdat je dan eigenlijk op een hele kleine achterstand in tijd ook nog de derde plek het podium verliest. Dus nee, ik ben niet echt blij, nee. De formule, kun je zeggen, is een succes gebleken? Ik vind van wel. Het is mooi, het is spannend. Je begint op de eerste dag met 18 landen. Er gaan 8 landen door naar de finale, de grote finale. Dat is een hele battle. Dat hadden we goed doorstaan. Dan krijg je de afvalronde. Ja, ik mag het eigenlijk niet zo noemen. Eigenlijk de laatste 10. Die dan op een gegeven moment op de zaterdag de semifinale doen. Wat ook een spannende wedstrijd was, moet ik eerlijk zeggen. En dan krijg je de grote finale dus vandaag. Mooie sport. Het is een andere formule. Je moet zien dat het nu over één rondje is. En verder, je hebt geen inhaalslag meer. Ik vind het heeft wel wat. Dus ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. Oké. Rob, dankjewel. Je gaat met gemengde gevoelens terug naar huis. Aan de andere kant, vierde worden op een wereldkampioenschap voor teams is toch niet zo slecht? Nee, zeker niet. En mijn ruiters hebben goed gestreden, de paarden hebben goed gesprongen. Alleen als coach zijnde moet je kritisch blijven, dan moet je vooruit blijven kijken. Dan moet je niet te snel blij zijn met een vierde plek als er meer in had kunnen zitten. Dus dat zijn gewoon dingen die meetellen. Ja, want één balkje minder en we hadden de barrage gereden om de eerste plek. Ja, en zo zal het ook altijd blijven. En ik zeg nogmaals, als we nu catastrofaal gereden zou zijn geworden, of de paarden niet goed in vorm zouden zijn geweest. Maar ik vind dat wij op dit evenement gewoon ons heel goed hebben laten zien. En vierde worden uiteindelijk dan in deze nieuwe formule, wat je eigenlijk toch wel als een heel zwaar evenement mag tellen. Ja, is ook weer niet slecht. In elk geval, een goede thuisreis.